Twitter valt in duigen. Na een ultimatum van Elon Musk stappen honderden medewerkers op. Welkom op het YouTube-kanaal van Omroep Zwart. Dit is Once Upon a Timeline, het programma waarin we elke dag de geschiedenis van vandaag induiken. Dit is de geschiedenis van 18 november. Dit deuntje ken je waarschijnlijk wel. Het komt uit Steamboat Willie, de eerste tekenfilm van Mickey Mouse met geluid. Die kwam vandaag in 1928 uit. Minecraft, het populairste spel ooit, werd 11 jaar geleden uitgebracht. Are you ready for the official release of Minecraft? Inmiddels zijn er meer dan 240 miljoen games verkocht en maandelijks spelen er nog altijd 140 miljoen mensen. Marokko viert vandaag haar onafhankelijkheidsdag. Op 18 november 1955 keert de sultan Mohammed V terug uit zijn ballingschap in Madagaskar. Niet veel later volgde de officiële onafhankelijkheid van Frankrijk en Spanje. Ook Letland viert vandaag haar onafhankelijkheidsdag. Om 9 uur vanavond, Oost-Europese tijd, zingen Letten over de hele wereld hun volkslied. Jackie Robinson is de eerste Afro-Amerikaanse honkballer in de Major League van de VS. Op deze dag in 1949 wordt hij verkozen tot de eerste zwarte MVP, Most Valuable Player. Om hem te eren is rug nummer 42 nog altijd een eerbetoon aan de atleet die de kleurbarrière in honkbal heeft gebroken. Vandaag is koningin Wilhelmina jarig. Nee, niet de moeder van Juliana, de allereerste koningin van Nederland. Ze is geboren in 1774 als prinses van Pruisen en wordt op haar 16e uitgehuwelijkd aan haar volle neef, Willem I. Ze trouwen in het koninklijk slot in Berlijn en het feest duurt 17 dagen. We weten wel van een feestje. Omdat er in het heden altijd lessen te trekken zijn uit de geschiedenis, even een blik op het nieuws van vandaag. Twitter valt in duigen. Na een ultimatum van Elon Musk stappen honderden medewerkers op. Eén Twitter-programmeur schuift zijn mening echt niet onder stoelen of banken. Eerder dit jaar werd de Oekraïense vlag ook vaak op gebouwen geprojecteerd uit support. Zo ook op het gebouw van de Russische ambassade in Washington. Al kozen ze daar niet zelf voor. They're trying to drown you out. They're trying to drown you out. You see that? They're trying to drown you out. Minder verkopen en meer omzet maken. Best gek in deze tijd, maar het kan wel door de hogere prijzen die winkels hanteren. Daardoor hebben ze 4% meer omzet gemaakt dit kwartaal. En in supermarkten is de verkoop met 2% gedaald, maar de omzet met 8,6% gestegen. 2 jaar geleden was een bezoek aan de supermarkt ook een struggle, toen niet om de prijs, maar de beschikbaarheid van toiletpapier. Hey, wat heeft die naam? Sanil B. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor de fatale mishandeling op Mallorca vorig jaar. Jij bent in 1 nacht in je leven verschrikkelijk de fout ingegaan. De andere verdachten die betrokken waren bij de vechtpartijen kregen straffen van taakstraf tot 30 maanden gevangenisstraf.
In 1996 was er ook veel aandacht voor zinloos geweld. Na de dood van de 26-jarige Joes Kloppenburg, die op straat werd gedood toen hij een zwerver wilde helpen, en de 30-jarige Meindert Tjulker, die overleed in het uitgaansleven, werd de Stichting Tegen Zinloos Geweld opgericht. Hun logo, het lieve heersbeestje, ben je vast wel eens tegengekomen. Bart richtte de stichting op na de dood van Meindert Tjulker in Friesland. Mensen staan achter katheder om te vertellen, dit willen we nooit meer. En toen had ik het gevoel van, oké, wat gaan we dan met elkaar doen? Wat gaan we samen doen? En toen ben ik begonnen met het plaatsen van een lieve heersbeestje als een positief signaal voor mensen om er iets mee te kunnen doen. Ieder op zijn eigen manier, op zijn eigen niveau. In Once Upon a Timeline duiken onze verslaggevers in een historisch verhaal. En elke werkdag zie je hier het resultaat. Vandaag het verhaal van Jennifer Houston. Zij wint in 1970 als eerste zwarte vrouw de titel Miss World. Verslaggevers Anouk en Roos Marijn spreken lifestylejournalist Janice Dull en Miss Universe Nederland 2022 Ona Moody over het belang van dit moment. And Miss World 1970 is Miss Grenada. Op 20 november 1970 wordt Jennifer Houston als eerste zwarte vrouw gekroond tot Miss World. Het begin van meer diversiteit in missverkiezingen? Of is er in 2022 eigenlijk nog weinig veranderd? Janice Dull is lifestylejournalist en oprichter van het platform Diversity Rules, waarmee ze zich inzet voor meer diversiteit in mode en magazines. Zwarte vrouwen die bungelen eigenlijk onderaan elke hiërarchie denkbaar. Het minst gerespecteerd, het minst beschermd, het minst gesteund en het minst gevierd omwille van hun schoonheid, hun specifieke schoonheid. Dus het is heel belangrijk als juist een zwarte vrouw toch ook zo'n prijs wint. This gorgeous girl is now hostess. She's 22 and her name is Jennifer Houston. En in die tijd was het natuurlijk best wel heel erg revolutionair. En je denkt misschien, is het nou zo belangrijk dat je een schoonheidsprijs wint? Omdat we zeker vandaag de dag doen en denken alsof schoonheid, hoe relatief het ook is, er niet toe doet. Het gaat erom wie krijgt de ruimte om te zijn wie zij is en wie ze ook wil zijn. En als je het zo bekijkt, is het heel belangrijk dat je juist een heel breed spectrum aan schoonheid viert. En dat het ook wordt getoond en zichtbaar wordt gemaakt. Ja, misverkiezingen oppervlakkig, dat hoor je natuurlijk al sinds jaar en dag. En ik denk dat het misschien ooit wel zo begonnen is. Maar ik vind en ik zie dat vandaag de dag juist ook heel veel krachtige en ambitieuze vrouwen meedoen aan misverkiezingen. En zo'n misverkiezing gebruiken als een soort opstap om een ander doel te bereiken. Ona Moody is een Nederlands Zimbabwaans model. In 2022 won zij de Nederlandse Miss Universe verkiezing. Ik denk dat de voorgaande jaren ze toch wel dat meiden van kleur er minder snel op afkwamen. Omdat ze dachten van ja, dat heeft niet veel zin. Ik denk wel dat het voor mezelf ook en voor andere jonge meiden dat het wel heel goed is dat ik misschien een voorbeeldfunctie kan zijn voor meiden van kleur. Do you feel you've helped to put Grenada on the map? I'm sure I have. At least now people are saying, is it Grenada and not Granada? Van oudsher leven toch in een wereld waarin eigenlijk de stelregel geldt, hoe bleker, hoe beter. En dus hoe lichter je huid, hoe fantastischer en slimmer en mooier en aantrekkelijker je wordt gevonden. En dat is niet alleen bij witte mensen onderling, maar dat is ook binnen systemen, maatschappijen van kleur. De beelden van zo'n verkiezing en van zo'n mis in tranen met het kroontje en met de sjerp, die gaan nog steeds de hele wereld over. Die bereiken heel veel mensen. Het is niet alleen heel mooi, maar ook heel powerful om te zien dat daar iemand staat die lijkt op de manier waarop jij eruit ziet, die op jou lijkt. En als je dat nooit ziet, als je steeds maar iemand ziet waarvan je denkt van nou, daar kan ik me op geen enkele manier mee identificeren, dan ga je zelf misschien het idee krijgen van ja, ik ben het niet waard om dat kroontje te dragen. Vooral op Facebook heb je echt wel echt nare mensen gewoon. Echt nare reacties. Veel racistische reacties. Gewoon van zij is niet Nederlands, dat hoort niet. En ook van ja, ga terug naar je eigen land. Ik denk dat veel mensen toch wel verrast waren. Dat hoorde ook wel veel van ja, ik was wel verbaasd dat mensen zo gemeen waren. En ik was echt zo, ja, ik eigenlijk eerlijk gezegd niet.
Dus het is echt heel belangrijk om dat beeld van schoonheid te verbreden en universeel te maken. En het niet op te hangen aan één bepaald stereotype beeld, maar die hele breedheid te laten zien. Dit was Once Upon a Timeline Online van 18 november. We zien elkaar maandag. Wil je nou nog meer toffe content zien? Klik dan op één van deze video's.